begin had ik gewoon helemaal geen hulp. In het begin moest hij mij douchen, aankleden en gewoon echt de hele zorg over mij nemen en over zijn broertje. Maar dat had ik niet gewild voor hem. Ik had niet gewild dat hij voor mij zou zorgen. Ik had het ook liever gezien dat ik meteen die hulp had. En dat ik die hulp kreeg die ik nodig had. En dat ze er meteen zouden zijn om mij te verzorgen, om mij te gaan baden, om mij aan te gaan kleden, zodat hij dat niet hoeft te doen. Zodat hij niet voor zijn broertje moet zorgen. Zodat hij niet gewoon die volwassene zorg op zich moet nemen. En wat betekent het voor jou dat Amma dit allemaal voor jou moet doen? En met dit allemaal bedoel ik jou zo ondersteunen. Het doet pijn. Want ik weet echt wel dat hij er ook echt wel onder lijdt. Hij houdt zich wel sterk voor mij. Maar hij lijdt er wel onder. En hij is er ook echt verdrietig van. En hij is heel bang. Toen ik erachter ben gekomen dat ik MS heb, zei hij ook van mama, ik ben bang dat je doodgaat. Ik probeer wel zoveel mogelijk zelf te doen. En ik probeer wel zo, iedere keer wanneer het me echt lukt, dat ik mezelf mijn medicatie geef, dat ik zelf gewoon douche. Maar het is gewoon verschil, want je weet niet wanneer je die aanval krijgt. Je weet niet wanneer je die prednisonkuur krijgt. Je weet niet hoe ver die aanval gaat. Ik heb vorige keer 3 maanden in bed gelegen, dus dat kun je niet. Je kan er niet zeggen van oké, het zal nu goed gaan of het gaat nu vandaag fout, want je wordt wakker, je hebt pijn, je kan niet bewegen. Als ik mijn prednisonkuur krijg, dan ben ik heel moe. Dan kan ik bijna gewoon niks. En dan is het wel dat Amma weer voor mij moet zorgen. Dat Amma voor mij heel veel dingen moest doen. Hij moet zich naar de wc brengen. Naar de badkamer brengen. Soms broodjes maken voor mijn moeder. Helpen met douchen soms. En mijn moeder prikken. En mijn moeder omkleden, aankleden. En soms moet ik met haar naar buiten naar de winkel. Dan help ik haar. Ook al heb ik pijn, ook al lukken sommige dingen niet, dan ga ik gewoon echt door. Want het is gewoon zielig dat hij dat moet doen. Waarom? Omdat het niet zijn taak is. Het is niet zijn taak om voor mij te zorgen. Het is niet zijn taak om mij te moeten douchen. Het is niet zijn ding is gewoon om een kind te blijven, om te kunnen playen, om te kunnen afspreken met zijn vrienden, om buiten te kunnen spelen, om gewoon fun te hebben, om te genieten van kind zijn. En dat gebeurt niet. Hij kan nu geen kind zijn tussen haakjes? Nee, even niet. Kijk, wanneer het goed gaat, dan laat ik hem wel afspreken, dan kan hij wel even gaan spelen, maar op zich vind ik niet dat hij een kind kan zijn. Van 9 van de 10 keer zit hij ook binnen, dan of ik kan niet naar buiten toe, of ik kan niet lopen, of ik heb gewoon zoveel pijn. Dan kan hij niet naar speeltuin toe. Hij kan bijna niks. Dan gaat hij ook niet afspreken. Dan kan hij ook echt niet afspreken. Dan is hij gewoon altijd binnen. Dus eigenlijk ben je een soort van superheld. Ja. En hoe vind je het om mama te kunnen helpen? Leuk. Kijk, dat hij het leuk vindt om voor mij te zorgen, dat wat hij zegt, hij doet het wel met liefde, maar hij gaat er wel kapot aan. Maar Amma, die is ook echt wel afgevallen. Amma, die is afgevallen. Amma, die maakt zich zoveel zorgen van oké, lukt het mij wel? Of als die naar school gaat, dat die echt wel met zijn hoofd zit van oké, wat doet mama? Gaat het wel goed met mama? Kan mama het wel? Ik denk echt niet dat die het echt zo leuk vindt of dat die het zo geweldig vindt als die dat zegt. En ik weet echt wel dat die er aan kapot gaat. Wat mis je het meest aan toen mama niet zoveel pijn had of toen ze niet zo ziek was? Wat mis je het meest aan die tijd? Die tijden wanneer ik klein was. De gespeelde tijd, die spelen. Het is mijn zoontje. Het gaat om mijn zoontje. En weet je klas dat mama ziek is? Ja. En wat vinden ze ervan? Niet leuk. Wat zeggen ze? Sommigen zeggen dat het wel leuk is. Word je gepest omdat mama ziek is? Ja. En wat doet dat met jou?
niet zo fijn. Ja, begrijp ik. Ik vind het eigenlijk niet leuk als mensen pesten alleen over mijn moeder. Omdat ik heb vaak zorgen gemaakt voor mijn moeder. En de school, weet de school dat je gepest wordt op mama? Ja. En wat zeggen zij? Dat het niet meer mag. Dus het is gestopt. Het is gestopt? Dat is goed. Snap het. Wat hoop je dat instanties zullen doen nu dat zij zeg maar dit zien? Wat hoop jij dat ze zullen doen voor kinderen zoals Amma? Een kind laten zijn. Ja. Of als het zo is dat de persoon geen hulp thuis kan krijgen, om wat een redenen ook, dat hun wel gewoon een leuke dagje voor hun kunnen maken of gewoon even verwennen gewoon. Dat ze wel gewoon iets leuks kunnen doen met alle kindjes of gewoon kind laten zijn. En even één dag laten genieten ofzo. Of, ja. Volgens mij een maand dat ik nou die verpleging heb. Ik krijg nu 1 keer per week thuiszorg. En medicatie en ik krijg een rolstoel. En ja, dus dat is er nu uiteindelijk wel. Het hoeft niet 3, 4, 5 maanden te duren voordat die hulp in huis komt. Voordat het is gewoon, je vernieuwt de jeugd van een kind gewoon. En ik vind dat er echt wel sneller hulp ingeschakeld moet worden. En dat er sneller hulp moet komen voor zulke kindjes. En dat ze wel verwend mogen worden. En dat ze wel iets leuks kunnen doen. En dat ze wel gewoon in de spotlight kunnen staan. Van oké, deze kindjes verdienen het ook allemaal. Pap in de bank. Pap in de bank. The people of Tennessee would like to know who wrecked our gravy train. The one we thought was run so well and now is to blame. They wanna know who greased the track and started it down a road. That same old train contained our money to build our highway roads. And now we're up against it, it's no use to start a row. Of all the times I've ever seen, we're up against it now. The only thing that we can do is to do the best you can. So follow me, good people, I'm bound for the promised land. Welkom bij de 1,5 meter sessies. Dat werkt zo. Ik zal je laten zien. 1 stoel, nog een stoel. Met daartussen 1,5 meter. Ja, precies. Ik heb het nagemeten. De 1,5 meter sessies die zijn ontstaan toen corona begon. En toen waren opeens alle concertzalen dicht. En alle muzikanten die ik ken en ik speelde zelf ook, die zaten opeens zonder optredens. Dus ik dacht met de 1,5 meter binnentuinsessies, dacht ik, kunnen we misschien ervoor zorgen dat muzikanten weer ergens kunnen spelen en dat het publiek ook weer een beetje live muziek kan horen. Want daar was natuurlijk wel heel erg behoefte aan. Er was natuurlijk heel erg behoefte aan verbinding, want we zaten opeens allemaal opgesloten in ons huis. Dus van beide kanten was daar behoefte aan, vanuit de muzikanten zowel als vanuit het publiek. Ze zijn er klaar voor, Jans en de Vries, Hip Shaking Music. Erik van Lankruis, Amber Dijman. Er zijn niet zoveel live concerten meer, dus zijn we blij dat we dit kunnen organiseren. Voor de mensen hier die hier omheen wonen en de mensen die het gemist hebben, die kunnen online terugkijken wat we nu aan het maken zijn. Dus Dynamo Mundi, zet hem op. Santiago Ziza. En, hoe ga ik jullie noemen? Margo Mera en Ellen McLaughlin, wil ik zeggen. De 1,5 meter sessie. Moet ik hem nog nameten? Nee, het ziet er goed. Ik denk dat het goed gaat. Ja. Ik denk dat het goed komt, ja. Okay. Dus vandaar uiteindelijk een binnentuin geworden, omdat we daar in Amsterdam hebben we er daar best wel veel van. En omdat je dan ook dicht op het publiek zit. Dus mensen kunnen vanaf het balkon kunnen ze luisteren naar de muziek. Dus dan houden ze voldoende afstand en tegelijkertijd kunnen ze muziek luisteren. Welkom bij de 1,5 meter binnentuin sessies. Yes. Dankjewel. Live muziek in tijden van corona. Yeah.
speciaal voor de bewoners van de Javastraat Amsterdam-Oost vandaag. In deze binnentuin. Gaan dat... jullie spelen vandaag? Zeker. Ik zal jullie even voorstellen. Naast mij zitten Lea Blitz en Vincent Pino. En het leuke is, ze wonen hier recht tegenover. Klopt dat? Ja. Dus eigenlijk kijken jullie uit op dit complex. Naar de voorkant. De voorkant. Maar wij hebben, zij kijken vooral ook uit op ons. Ja. En we worden vaak gezwaaid naar de kinderen. Wat leuk. Oké, nou ja, dan mogen jullie dus nu voor je buren gaan optreden. Ik zie al wat mensen staan hier. Welkom allemaal. Ja. Hebben jullie het gehoord? Dit zijn jullie buren. Ze wonen aan de overkant. Ja, ze wonen recht tegenover jullie. We kennen elkaar wel. Ja. Ja, ik heb allemaal muzikanten gevraagd die ik zelf ken, uit mijn eigen netwerk. Waarvan ik ook weet dat ze akoestisch kunnen spelen, of zoveel mogelijk akoestisch. En waarvan ik ook dacht dat de muziek goed zou passen in de open lucht, in een binnentuin. En de muzikanten die ik heb gekozen, die passen daar perfect in eigenlijk. Yes, I need you at the dimming of the day. Thank you. Dank jullie wel. Dank je. Oeh, lekker met een ijsje. Geniet ervan. Ik heb eigenlijk gewoon zoveel mogelijk lokale muzikanten gezocht, die ik uit de buurt ook ken. Pino Blitz, dat is een duo, die woont op de Javastraat. Ze zijn ook een stel, dat is makkelijk, hoeven ze geen afstand te houden. Zij speelt accordeon, hij speelt gitaar en ze spelen allemaal van die leuke walsmuziek, een beetje nostalgisch walsmuziek, klezmerachtig. Daar was ik heel blij om, dat die ook mee konden doen. Oh, vind ik het leuk, dankjewel. Ik voel me heel vereerd, joh. Leuk. Gezellig. Mark van Akten. Advocaat. Ik had Dynamo Mundi, die zijn ook wel bekend in Amsterdam-Oost, want die bestaan uit Jos Zandvliet en Septimia Kuhlman, die iedereen ook wel kent van de accu-fanfare en van de Sint Maartenparade natuurlijk. Dus dat was ook heel leuk dat die konden spelen en die hebben hun zoon meegenomen, Dirk Zandvliet, die ook muzikant is, onder andere bij Gallow Street speelt. Dus dat was een trio, hartstikke leuk dat die mee konden doen. Maar ik had ook een blues duo, dat was dan elektrische gitaar en mondharmonica. Een beetje ouderwets bluesmuziek. Come on, shake your boogie, cause your boogie's alright with me. Look here, baby, see what you have done. Taking all my money, got me all I want. Come on, shake your boogie. Dus het was wel allemaal vrij lokaal, zeg maar, de muzikanten die ik kon krijgen. En het leuk, wat ook heel leuk was, dat was Margot Mera. Dat was heel fijn dat zij kon komen. Zij had Alan McLaughlin meegenomen, een Schotse muzikant. Dus zij waren ook een duo. En ja, dat was een fantastisch optreden ook. Heel leuk om naar te luisteren. Now all the bunny birds have wheeled away. And I need you at the dimming of the day. Ja, het optreden van Margot Mera is mij wel het meeste bijgebleven. Fantastisch optreden. Ik moet ook complimenten geven, niet alleen aan de muzikanten trouwens, maar ook aan de
geluidsman en aan de cameraman. Ze zijn ook hartstikke goed geregistreerd en het geluid is ook fantastisch. Dus ik hoop als je ernaar luistert dat je dat op je speakers doet en niet op je laptop, speakertjes alleen. Ja, de geluidskwaliteit is geweldig. And I need you at the dimming of the day. Yes, I need you at the dimming of the day. Nou, ik heb van tevoren bedacht van er moet een filmregistratie komen. Want je weet niet van tevoren hoeveel mensen er komen luisteren. En hoeveel mensen er überhaupt thuis zijn om te kunnen komen luisteren. Er zijn wel flyers rondgedeeld. Dus iedereen die rond de binnentuin woonde, die heeft een flyer in de brievenbus gekregen. En er hingen ook posters in de lift en in de portieken van de mensen. Maar dan nog moet je natuurlijk maar afwachten hoeveel mensen er uiteindelijk komen kijken. De mensen die er waren, die waren allemaal ontzettend enthousiast en die vonden het allemaal fantastisch. Maar ik heb ook expres van tevoren bedacht van ja, er moet een goede filmregistratie komen, want dan kun je het ook nog online delen. Want helemaal met coronabeperkingen, dus dan is het publiek wat je online kunt bereiken, is toch uiteindelijk groter dan het publiek wat je live kunt bereiken in zo'n binnentuin. Daar moet je ook voor zorgen dat je online mensen kunt bereiken. Pero si un atardecer, las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Films staan allemaal op YouTube en er is een Facebookpagina gestart. Er zijn natuurlijk zes sessies gemaakt, zes lange films. Maar de films zijn ook opgedeeld in songs. Niet iedereen heeft de tijd om meteen een half uur naar een concert te zitten luisteren. Dus je kunt ook alleen even naar een song luisteren als je dat wil. En die worden ook via Facebook gedeeld. Muda mundo. Bedankt, bedankt. Obrigado, oh, está a ensinar português. Obrigado. Oké, okay. Vergeet niet. 1,50 meter, dat is dit ongeveer. Hè? Ja, dit zo hier. 1,5 meter afstand. Summertime. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Niet goed hoor. Twee keer goed gedaan, de derde keer gaat fout. Kijk, ik heb mijn bijdrage geleverd, vlaggetjes opgehangen, bakken verplaatst daar en zon gaat schijnen, komt allemaal weer goed.
dag, dag, puur een dag. Ja, wat een mooie steeg. Kijk, wat ben je aan het doen? Ik ben die steeg aan het mooi maken. Dat maar, ik... maar je gaat weg. Dat heeft er toch niks mee te maken. Daar mag die steeg wel mooi zijn. Ik voel me toch een beetje verantwoordelijker voor. Ja. En dat is uiteindelijk burendag. Dus iedereen draagt zijn steentje bij. Ik ben beheerder van het schaakbord hier op het plein van Nicolaas Beets plantsoen. En ik woon ook om de hoek. En sinds een half jaar heb ik besloten in plaats van de kisten dicht te doen en af en toe open met mijn sleutel, gewoon altijd open te laten. En blijkt dat heel veel mensen dat een goed idee vinden. En er wordt veel meer geschaakt door jong en oud. Van heinde en verder komen mensen uit Amsterdam. Op andere plekken, Max Euberplein, is het gesloten. Dat is een hele populaire schaakbak en schaakplek waar veel mensen samenkomen. Beroemd ook natuurlijk door Max Euber, de beroemde Nederlandse wereldkampioen schaken. Maar begin van de corona-uitbraak is die kist gesloten met een bord wegens corona. Maar dat blijkt... eigenlijk door de overlast te zijn. Het ligt niet aan de schakers, maar meer de mensen eromheen die erop afkomen. Te veel en te onrustig allemaal. De gemeente, de kroegeigenaren en de schakers zijn nu met elkaar in discussie om die bak weer open te krijgen, maar dat duurt eventjes. Ja, jammer voor de schakers daar, maar ik vind het leuk dat de goede schakers hier komen. Ik ben Herbert Stulleken, wiskundige, en ik schaak regelmatig iedere week in de club. En ik ben heel blij dat hier nu weer op dit prachtige Nicolaas Beetsplein geschaakt wordt. Het wordt steeds bekender, steeds meer mensen voegen zich bij ons. Ook kinderen worden zo nu al betrokken bij het spel. En dat is eigenlijk heel uniek, want nergens in de stad wordt nog in de openlucht gespeeld behalve hier. Ik woon niet zo ver hier vandaan en ik ga vaak een haring kopen in de Kinkerstraat en dan kom je hier langs. Het is überhaupt een bijzondere plek om te zijn met het plantsoen, hè, met de moestuin, met de mensen. Het is een beetje sereen, het is verstild. En ik vind het erg leuk om van, ik woon bij het Surinameplein in de buurt, om daar vandaan hierheen te fietsen. En toen zag ik dat hier een schaakbord was. Er was toen niemand. Toen heb ik geschaakt met een van de kinderen uit de school. Degene die je vaak ziet hier zijn de schaakfanaten, maar ik zie ook heel veel, ja, bijvoorbeeld stelletjes die het elkaar uitleggen hoe het spel gaat, vaders en kinderen. Dus van alles wat het spel triggert wat bij mensen. Dus ook beginners komen ook en ook leerlingmeesters komen hier. Dus van alles wat. Ja, het is een geweldig spel. Volgens mij duizenden jaren oud. Door koningen gespeeld, door boeren gespeeld, door iedereen ertussenin. Het maakt het alleen maar mythischer, dit spel. Het is geen dobbelsteen, het is puur met je hersenen kraken. En als je verliest, ligt het toch echt aan jezelf. Dat is het pijnlijke soms ook. Wij hebben een appgroep met de schakers. Dus dan daar appt iemand in van, is iemand op het plein?
Ja, mocht je niet in die appgroep zitten, komen of willen, dan ja, neem gewoon een vriend mee. De stukken zijn altijd beschikbaar. En als je even wacht, je moet even geduld hebben, is er altijd weer iemand in de buurt die ja, in plaats van boodschappen haalt, wel een potje tegen je wil spelen. Dus er is altijd wel ja, een persoon die graag wil schaken. Goede tijd om langs te komen is eind van de middag. Is het heel relaxed, lekkere sfeer, nog lekker weer. Ik denk dat dat de beste tijd is. En deze tijd waarin we ja, weinig contact met elkaar hebben, veel mensen toch ook bang zijn, ben ik blij dat ik iedere middag wat te doen heb, fietsen en dit spel. Ja, dames en heren, hier zijn we dan op Stap in West, een koortje. Want misschien heeft u het al gehoord, van het Amsterdams Buurtfestival hebben wij een prijs gewonnen. En in het bijzonder Jenny de Jong, die deelnam aan het programma Oorlog in mijn buurt. En vandaag gaan we Jenny verrassen. Gaat u mee? Hallo, zijn we hier bij Jenny de Jong? Ja. Heeft ze lukken? Helemaal goed. Dat is de bedoeling. Hallo Jenny. Nee, hallo. We maken het goed. Kijk toch eens. Oh kind, wat een... Nou, dit is echt... Nou, ik weet je dat ik nooit geen 300 euro in mijn handen gehad heb, maar dat je dat... Dit is echt een goed cadeau, hè? Ja, leuk, hè? Ja. Wat een verrassing, hè? Ja, vindt u ook niet? Ja, zeker. Super, toch? Oh, prachtig. Maar dit is... Wie heeft dit gemaakt? Het Amsterdamse Buurtfilmfestival. En wat vind je ervan om een prijs te krijgen? Nou, ik was werkelijk totaal overdonderd. Ja. Ik vind het geweldig, maar het is voor mij nog... Meer de grote eer om mee te mogen doen, gevraagd te zijn om de oorlogsverhalen te vertellen. Dat vind ik heerlijk. En ik heb ontzettend veel aardige mensen ontmoet, onder andere u. En dat vergeet je toch niet meer. En dat is ongelooflijk veel waard. Wat heeft u aan overgehouden aan het filmen met de kinderen? Overgehouden? Dat ik denk, ook hoop dat ik volgend jaar weer mag. Oh, wat leuk. Dus dat heb ik al gevraagd. Dat vind ik, ja, dat is... Op mijn leeftijd kun je niet zoveel meer presteren. Ja. En dat is nou iets dat ik denk, daar heb ik wat aan. Dan kan ik nog iets mee doen. Je kan het voorbereiden. En als je de kinderen hier ziet zitten, dan kan ik niet genoeg zeggen hoe ze met je meeleven. Echt als kleine volwassen mensen. Nou, daar waren wij vroeger ongelooflijke stumpertjes bij, hoor. Dat kan ik je wel vertellen. Ja. Het zijn kinderen waar je wat aan hebt. Dat is werk, of dat nou toevallig is, dat weet ik niet. Maar de kinderen die ik hier gehad heb, die zou ik wel in een doosje willen doen, ermee willen nemen, bij wijze van spreken. Dus heeft u wel eerder een prijs gehad in uw leven? Nog nooit. Oh. Ik wil ook nog wel weten waarom ze die prijs heeft, waarom die film zo goed is, of waarom zij die prijs heeft, want jullie hebben de film gemaakt. Hoe ging dat toch? Jenny heeft de prijs gekregen omdat ze een verbindend personage is. Ja. Wat is een verbindend personage? Nou ja. Ik denk dat je de verschillende generaties hebt aangesproken. Hè? Dat je het hebt gehad over vroeger. Ja. Dat je het hebt gehad over de oorlog, maar ook over nu. En dat je iets hebt gezegd over dat je de kracht van de kinderen heel erg belangrijk vindt. Al op die manier. Dat denk ik hoor, maar ja, ik weet niet zeker. Ja. En het is zo leuk om bij jou langs te gaan, want je hebt ook aandacht voor de kinderen. Je vraagt wat wil je laten worden, je noemt ze schattenpatatjes, je zegt van jullie zijn allemaal kanjers. Ja. Dat doet kinderen ook goed om dat eens te horen van iemand die jouw leeftijd heeft. En ze zeggen trouwens allemaal dat Jenny geweldig kan vertellen. Ja, maar je kan geweldig vertellen. Ja. Het is smullen, want je maakt die armgebaren erbij. Ja. En je meent het. Je bent echt geëmotioneerd. Ja. Het verhaal komt zo goed binnen bij kinderen door jou. Wat gaat u met de prijs doen? Mijn bank laten maken. Dat is de eerste aanzet. Ik moest me daar. Dus ik dacht, oh, die heb ik nou gedeeltelijk. Niet zo'n hele dure aankleding, maar nou, ik kan er... Ik denk dat ik er precies van kan komen, dus lekker. Ja, wil jij bij mij eens groot? Nee, ik ga er lekker voor zitten. Ja, ga ervoor. Nou zijn we er allemaal bij elkaar. Ja. Ja? Klik. Hey, twee komt hier, paard. Klik.
Komen jullie er op eigen krachten uit? Ja, ja, Joris zal er ook bij zijn. Dankjewel voor alles, hè? Ja, jij ook, hoor, ja. Jongen. Wat een aandacht, hè? Super, toch? Ja, vreselijk. Ja, vreselijk leuk. Dank je wel. Dank jullie wel. Thank you.